Dit is nieuwsuitzending nummer 155. En die gaat over Freek de Jonge. Namelijk een interview met Freek de Jonge in de Gelderlander van zaterdag 14 januari 2017. En nee, deze heb ik niet gejat. Deze heb ik eerlijk meegekregen. Op zondag 15 januari om een uurtje of 11 s'avonds. Waar ik het over wil hebben met Freek de Jonge, is, ik zal even de opening van, kijk hoor, de opening is, de rest van het gesprek is de toon van de conferencier tussen haakjes 72 veelal ernstig, over zijn vrouw Hella, Donald Trump, de stemming in Nederland, collega's en overleden zoon en kleindochter, comma, Ajax en het aardbevingsgebied in Groningen. Ik vind het een veelheid aan onderwerpen natuurlijk. Een van de kopjes betreft geloof. Mijn antwoord op de vraag of God bestaat is dubbele punt ja en nee. Nou, ik wil Freek de Jonge ongelooflijk graag uitnodigen om dit te gaan bestuderen. Dit is 1781 was zijn hoofdwerk. En dit is een mooie foto van hem, van YouTube van die tijd. Deze filosoof heeft zich heel goed verdiept in dit begrip, metafysica. En het realiteit en concepten, lalala. En dan weet je precies hoe je over de Heer moet spreken. En bestaan, dat komt de Heer niet toe. De Heere Heere dan. Hè? Dat is zijn werk. Kritiek. Kritiek van het zuivere verstand. Kritiek des reinen vernoemte. Ik moet het verstaan? Ja. Rein kritiek. Des reinen vernoemte is in ieder geval. Verschrikkelijk ingewikkeld. Oh, praktische. Wacht even zo. Is de praktische vernoemd? Is die andere? Pure reason. Toch? Ja, kritiek des reinen vernoemds. Oh, er zit een foutje in Wikipedia. Nou zeg. Maar dan weet je het. Dan kan je er denk ik ook. Kan Freek de Jonge er ook mooiere grappen over maken. Maar nu komt hij. Het kopje Trump. En dat schoot mij een, dat Freek de Jonge niet weet van Immanuel Kant. Dat neem ik die man niet kwalijk, want het is een ontzettend ingewikkeld boek. Maar dit andere over Trump. En nu ga ik dus een citaat oplezen. En ik wil niet knippen, dus ik lees het in één keer door. En daarna ga ik het bespreken. Het kopje is Trump. Het slaat op Donald Trump, de nieuw gekozen president die zo dadelijk 20 januari 2017 aan gaat treden. Luidt als volgt. Als kind van de oorlog ben ik altijd gebiologeerd geweest door de vraag, dubbele punt, hoe heeft het kunnen gebeuren in Duitsland, welke krachten hebben ervoor gezorgd dat juist die figuur naar voren kwam? Het is de geloofwaardigheid van de heersende macht van de status quo die zodanig is afgenomen dat een steeds grotere groep zich daarvan afkeert. Nieuwe alinea. Ik vergelijk wat in Amerika gebeurt met de Duitse tendens in de jaren 30. Men kiest voor een soort eenheid, nationalisme, een zondebok, het uitschakelen van groepen mensen die de identiteit van de ware Amerikaan bedreigen. In die zin is het volkomen vergelijkbaar. Al is Trump op zijn manier ook weer uniek, want het is één man. Dat is zo wonderlijk. Nou, we hebben het hier over een van de grootste komieken van jaren. Ja, ik heb nog, volgens mij ben ik er wel eens live bij geweest. Duur hoor. En lachen joh.
Een oudejaarsavond en dan samen met Bram Vermeulen. Nederlands Hoop. Nou, om even nou deze tekst te gaan doornemen. Want we willen de man alleen maar helpen natuurlijk. Hè? Als je wil weten hoe het in de Tweede Wereldoorlog, Wereldoorlog zei ik bijna. Maar hier staat ze, als kind van de oorlog ben ik altijd gebiologeerd geweest door de vraag hoe heeft het kunnen gebeuren in Duitsland. Welke krachten hebben ervoor gezorgd dat juist die figuur naar voren kwam. En dan komt er achteraan, het is de geloofwaardigheid van de heersende macht van de status quo die zodanig is afgenomen dat een steeds grotere groep zich daarvan afkeert. Maar die laatste zin begrijp ik echt niet. Het komt door de geloofwaardigheid van de overheid. Oh, de geloofwaardigheid van de overheid is zo er is dusdanig afgenomen dat een steeds grotere groep van het volk er niets meer mee te maken wil hebben. Maar in de tijd van Adolf Hitler wilde toch iedereen bij de SS? Volgens mij was dat juist een tijd waarin het volk ontzettend veel geloof had in haar overheid. Maar even dan terug naar die eerste. Als kind van de oorlog ben ik altijd gebiologeerd geweest door de vraag hoe heeft het kunnen gebeuren in Duitsland? Welke krachten? Nou, dit is de ene insteek. Deze site, dinges, YouTube, dit YouTube-kanaal. Dat is van meneer Schatzfratz. Hij heet ook wel Georgi of zo. En hier kan je echt van alles vinden. Dan kan je ook precies snappen waarom Zwitserland neutraal was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk geen enkel probleem, dat snap je zo. Dit zijn de oude farao's. En die man die heette ook de Führer. Hè? Of Adolf Hitler. Maar eigenlijk heette die Schuckelgruber of zo. Kijk, dit soort dingen maken ze allemaal. Vinden ze allemaal erg leuk. Authentieke obelisken in Arles. Arles. En Van Gogh, dat hadden ze ook kennelijk. Kan je een hoop leren. Kijk, oh, dat ding moet je in de gaten houden. Dit is het Maltese kruis. En als je dat dichtklapt, dan krijg je een piramide. En dit is de octagon. En die heeft net zoveel pootjes als een spin. En je ziet het hakenkruis, dat zie je er al in zitten. De neutrale basis van het meesterras. Rudolf Huss, dat was een Zwitser. Krijg je deze fijne jongens. Is een maand geleden gepubliceerd. En dan Donald Rumsfeld. Donald voor Donald. Donald Rumsfeld. Dat is die minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Die heeft dus Donald Trump geëndorsed. Dat betekent aanbevolen. Mijn ding wegklikken. Dat is de ene view. En de andere view, dat is deze. Dat is een hele andere hoek. Want deze meneer die je hier ziet, die hier zag, sorry. Meneer Schatzfratz, hij heet trouwens Jean Heros. Ik zal even laten zien hoe zijn home eruit ziet. Kan je dat hier? Hierboven kan je toch zien? Schatzfratz. Je spelt het zoals je het zegt, maar dan wel met CH aan het begin en dan TZ en dan Frats en dan met een Z op het einde. Dus, Schatze met een Schat met CH en dan met een T natuurlijk en dan ZE en dan F, niet een V, maar een F. Frats, wel kun je met een Z. Hè? Vind je hem wel? En Gure is die andere van hem, die kan ik ook even doen. Dat is ook zo'n leuke term. Curé. Ik
het allemaal zo, dit is de ene, en dit zou ik zeggen, dit is een atheïstische view, niet bijbel georiënteerd. Dat wil niet zeggen, kijk, en dit is zijn naam, Jean Ross. Ik weet niet of dit een echte opname van hem is. Erg zorgvuldig gemaakt en heel erg onderhoudend. Hij heeft het goed gedaan. Spannende filmpjes. En dit is dan de andere insteek. En dit zijn met name christenen die het er hier over hebben. Dit zijn Bible-believing Christians. Mr. Pioneer Light, is dat? America2.io. Kijken of ik er eentje vind die ik vaker gekeken heb. Christmas is a lie. Dat is ook weer één. Hier kan je dus christenen aan herkennen. Mensen die zeggen dat kerstmis vieren bullcrap is. Want het staat namelijk niet in de Bijbel. Dus waarom zou je dat doen? Beetje bij een boom gaan zitten met ballen erin. Het is wel leuk dat je cadeautjes koopt voor elkaar. Dus ik ben helemaal niet tegen vieren van kerstmis. Ben je gek? Dat is met Sinterklaas, dat vind ik ook goed hoor. Dit is meneer Muzak, het zijn een hoop. Want hier gaat het om in die redlines. Door het Vaticaan, dit zat over, tot over zijn oren in de Tweede Wereldoorlog met die nazi's. Ongelooflijk. Dus, oh, dit is eentje, dit is een Nederlands kanaal. Oh, leuk. Dat is ook nog maar dit jaar geüpload. Ja. De red lines, om het even uit te leggen, een red line betekent een rattenontsnappingsroute. Want een rat is van een rat en een line. De belangrijkste neonazi, of wat nazi's in die tijd. Neo-faroïten. Al die jongens met die kennis, ja, die werden allemaal weggesluist. Die kregen allemaal enkele reis onder zeeboten. Ja, zeg maar waar naartoe. Trouwens, nee, dan mochten die mensen waarschijnlijk niet eens kiezen. Je stond gewoon ingescheduled. Jij gaat naar Patagonië. En dat kregen we later, kregen we daar dus Maxima voor terug. Hier eentje. Nazi Germany, dat betekent Nazi Duitsland. Een creatie van het Vaticaan en de Jezuïeten? Vraagteken. Oh. En het is opgeloot door moeder, zou ik de overheid moeten vertrouwen? Ja. Dit is ook zo'n beetje wat er is gebeurd in Kroatië. Daar zal dit wel over gaan, denk ik hoor. Wat de paus heeft uitgevroten of uit heeft laten vreten in Kroatië. Nou, meer. Nou, Hitler en de Romeins-Katholieke Kerk. Hier de Nazi-Kroaat. Ja, aan mij even openklikken. Bijna niemand weet het. Doe het geluid gewoon uit. Doet toch niet zoveel toe. Lekker fullscreen. Ik kan het goed zien. Een beetje, even kijken wat ik allemaal. Dit zijn die kampen in Kroatië. En dingen gebeurd, jongen. Oh, 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 oh. En daar waren ze. Zo zien ze eruit. Even terug, hoor. En dit is dus de... Huh? Dit is dus een fijne vent met een keppeltje op zijn kop. Kijk, hier zie je ze. Hè? Zo zien die lui eruit. Ja, je zal ze maar tegenkomen in een donker steegje. Terwijl ze de boeren aan het overnemen zijn. Kijk, en hier zijn mensen aan het arbeid mag fraai. Ja. Ze moesten allemaal katholiek worden. Dus meneer Freek de Jonge. Je kan dus die ene weg kiezen van meneer Schatzenfrats. En dan oriënteer je je op Zwitserland. En wat daar allemaal zit. Dat oude, dat farao denken. En daarna ga je je concentreren op dat christelijke denken. Wat een link legt met Babylon. En dan kom je ook weer terug bij Bob Marley natuurlijk. Want Bob Marley heeft ook zijn...
zijn longen eruit geschreeuwd met de Babylon must perish. Dat, ja, je zet het in de krant dat jij het graag wil weten en bij deze heb ik je antwoord gegeven. En dit kan je gaan bestuderen. En dan kom je weer met een leuk artikel in de Volkskrant. Ja, over wat je hebt geleerd. Door mij. Niet zozeer dat ik jou moet leren. Maar ik heb je nu verteld hoe je erbij kan komen. En die zoekopdrachten kan je zelf zo geven hoor. Op je iPad of je iPhone. Hè? Je bent er zo bij. Nou. En dan krijg ik weer een reactie van jou. Mag ik hopen. Hè? Dag meneer de Jonge. Uit alle respect. Hè? En ik hoop dat ik jou een stapje verder heb geholpen. En voor de rest van de luisteraars. Dan zeg ik altijd op zijn Hamburgs. En dat weet Freek de Jonge dan natuurlijk niet. Maar bij deze. Zeg ik altijd tjus. En dag liefers.